Vooruitlopend op de presidentiële summit van de ACTO-lidlanden is er tijdens bilaterale uitwisseling van gedachten gewisseld tussen milieuminister Dassai van Suriname en Marina da Silva van Brazilië. Op 8 en 9 augustus zijn leiders van de 8 landen die deel uitmaken van de Amazon Cooperation Treaty Organization bij elkaar in Brazilië. Het beschermen van de biodiversiteit in de Amazone en inheemse gemeenschappen is een prioriteit. Minister Dassai heeft voorgesteld een United Carbon Market voor de 8 ACTO-landen te concipiëren met als doel de maximale economische waarde te krijgen en de Amazone te conserveren. Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren een onderhoud gehad met enkele leden van de Bond Inspecteurs, Milieuinspectie en de Algemene Bond van Personeel bij Volksgezondheid. Hierbij is gesproken over structurele problemen binnen hun doelgroep, maar ook de algemene knelpunten van de zorgsector. Minister Ramadin zegt dat er verdere afspraken gemaakt zijn die door het ministerie zullen worden uitgevoerd. Beide partijen zijn overeengekomen om meerdere reguliere overlegmomenten in te plannen. De komende weken zullen de overige vakbonden hun overlegmomenten hebben met het ministerie. Om sociale en maatschappelijke problemen in de woonwijken effectiever aan te pakken, heeft president Santokki gisteren de presidentiële werkgroep Spang Anumakandra geïnstalleerd. De presidentiële werkgroep Spang Anumakandra is ontstaan uit een splitsing van een eerder geïnstalleerde werkgroep, namelijk de Mofina-beweging. Spang Anumakandra zal landelijk opereren en werken aan het tot ontwikkeling brengen van de verschillende buurten.